Ja hoor jongens, welkom bij een nieuwe video van Dave Fish Team. Achter me zie je het, een kanaal. We hebben lekker gevoerd, 2-3 dagjes. En ik ga samen een nachtje vissen met mijn neef Erwin. Die komt zo later aan. Je ziet het autootje achter me, recht nog vol. Ik ga de spullen uithalen. En dan gaan we hier zitten. Ja, prachtig stekkie. Ik heb hier zo gevoerd bij die rietkraag aan de overkant. En hier rietkraagje voor de kant. Ja, gaat helemaal goed komen. Deze tijd van het jaar zit er veel vis op dit stuk. Dus eerste keer wel dat ik hier zit van het jaar. Maar ja, ik denk dat het goed moet komen. We hebben er zin in. We gaan voor jullie filmen en knallen. Let's go. Zo, ik zit lekker in het zonnetje. Ik heb mijn auto inmiddels weggezet hierachter. En ik ga je even vertellen waar ik mee gevoerd heb afgelopen dagen. Dat is een mix van twee bollen. De hot tuna en de krill garlic van tijdenuitkoop.nl. En ja, best wel verspreid eigenlijk over dit stuk. Ik denk een metertje vanaf hier tot en met hier. Een beetje of 20. Ga ik dan één hengeltje brengen en Erwin één hengel. Die andere hier voor het kantje. Zodat ik eigenlijk beide kanten van het kanaal pak. En er wordt er altijd veel doorheen getrokken door vis. Dus als ik dan beide kanten van het kanaal bevist, verwacht ik dat ik de grootste kant heb. En dan moet ik ergens andere hengel in de vaargeul. Zodat je echt alle regionen zeg maar, van het water hebt gepakt. Ja, in het verleden is het gewoon vaak een goede tactiek geweest. Dus ik denk, ja, weet je, dat gaan we nu weer proberen. Dan moet hij toch wel aflopen, denk ik. Het is goed weer. Luchtdruk niet te hoog, 1014. Dus ja, ideaal. Gewoon knallen. Nou, wat ik nog wilde zeggen over de Snowman is, test hem altijd even uit. Ik heb hier zo'n opvouwbaar emmertje met zo'n waterdichte coating. En daar check ik altijd mee hoe mijn Snowman hier staat. En je ziet het. Dan raak ik op de bodem en de Snowman nu zweeft hij net iets boven. Waardoor hij een heel licht gewicht heeft en heel makkelijk op te zuiven is. En dus het is meer kans om snel te prikken. Ik sta weer echt in het gras. Ik word helemaal gek van mooie koorts. Echt jongen, die pollen deze dagen zijn niet best. Maar goed, wat ik wou vertellen. Ik ga strak tegen de overkant vissen. En dat is altijd wel een risico met werpen. Dus ik ga eerst op de rijkip gooien. Voelen of het hard is. En als ik gewoon een harde, goede plek heb zonder wier of poespas, stenen, obstakels. Een paar keer werpen. En hij ligt goed, dan ga ik mijn onderrijden opkippen. Op de rijkip eraf halen en dan op de steen leggen. Beetje bijvoeren, topbreukje erop. En dan kunnen we knallen. Maar ja, dat raad ik altijd wel aan als je echt per se op de overkant wil liggen. Om dan even een kijkje op te gooien als je geen voerboot ter beschikking hebt. Dat gaan we doen. Nou, één keer perfect jongens. Hoi. Kijk, hier was ik dus bang voor. Hier. Dus ik ga nu een stukje opzij. Kijk, als daar geen wier ligt, dan leg ik hem daar neer. Maar, als je hem één keer had gegooid, dan was ik weer in de ochtend wakker met een hoop bier en had je geen karpen van. Dus, het kost iets meer extra tijd, maar het is wel waard. Zo, ik zie meteen een karp wegschieten. Nou, mooi stukje. Ik ga nu het omrijdje eraan doen. En dan vind ik het echt mooi. Ik zie ook een maatje 4. Groot onderrijmateriaal, een stukje soepel. En dan dit keer een richterrootje. Omdat ik een stuk moet werpen. Maar ja, dit worden we, jongens. En ik ga hem in knallen. Let's go. Ja, dan gaan we nu nog even wat voer in knallen. En dan zijn we aan het EK te gaan kijken. Nederland heb gisteren afgang gepleegd tegen Tsjechië, verloren. En nu is Spanje, even kijken of het goed ziet, Spanje, Kroatië. 3-5 inmiddels. Mega nice. Ik heb een ratertje erbij. 0-0 hè, want het is door de week. Maar toch dat EK vol met voetbal is toch een goede uitvinding. Dik.
zit vis aan. Het is... Yes, razend. Dankjewel. Al vaak in de mast weer terug. Maar door de bras krijg je wel eens een bot puntje op je haak. Dus ik heb maar even op een nieuwe gedaan. En dan ga ik zo een nieuwe knopen. Spanje heeft inmiddels gewonnen na verlenging 3-5. Mooie wedstrijd. Straks aan de beurt. Frankrijk tegen... Wat was het weer? Oostenrijk volgens mij. Zo, het tentje staat in mum van tijd. Kijk eens wie daar is aangekomen. Lekker man. Hey, gek hé. Je ook nodig, dankjewel. Rookkort, patiëntje. Jij bent een beetje de rookkool hier, hè? Ik ben de rookkool hier. Maar niet hoe ga je het aanpakken? Twee losse bollen. Twee losse bollen? Twee losse bollen. Nou, gaan we het zien. Trol je vol. Knallen maar. Nou, het schiet lekker op. En we zeiden al van, er zit dus kreeft hier. En ten slotte hebben we ook nog deze watermarokkaan, waterterroristen, die aan het duiken zijn naar mijn bollen. Dus lekker dan, dat gaat vangen worden. Eerst zag ik veel activiteit hier zo op mijn stek, maar dat is nu wel een beetje minder geworden. Tijdens het peien gooide ik mijn roodje op een vis, of daar net ernaast, grote kolken. Even kijken, hier is dat. En sindsdien die brasem is het wel rustig geworden. Dus ik ga straks voor het slapen. Het is nu 10 uur, ga ik nog even wat bijvoeren en dan hoop ik dat het toch gaat. Maar ik heb minder vertrouwen als eerst. Ja. Hey, die gaan een stukje verderop. Hoe doe je dat dan? Beetje verspreid hè? Ja, maar dan rok je brazen naar die ene stek ofzo. Wat is het idee van? Gaan ze zoeken. Zoeken? Ja, best. Ze moeten zoeken. Dan, dan gaan we zien. Die zo vinden. We gaan zien of ze gevonden gaan worden. Dat denk ik niet. Lekker man. Wat ga je erbij doen? Ja, een beetje pro-line troep. Beetje chili saus. Ik zou het niet op je burger doen. Dit is het ook niet. Wat is dat? Ik kan wel meteen je boter gaan maken. Big chili. Best. Lekker man. Dit er maar uit. Vaar maar. Ja, hij lost hem hier voor de deur, voor de kant. Hé joh. Hé, wat was je nou aan het doen? Ging je met het verkeerde knoppie? Ik deed het verkeerde. Oh, lekker dan. Dus je hebt mooi voor de kant gevoerd nu. Stiefers. Dan mogen we wel nu gooien. Nou jongens, het is inmiddels 11:15. Ik ga lekker naar mijn nest toe. Het is nog lang licht. Hé? Morgen weer vroeg uit. Morgen vroeg eruit. Ik moet 6:30 beginnen, dus dat wordt 6:30 wekje. 6:00 weg. Dus het wordt strijden. Maar eerst volgende moment is met een vis in de hand. Yes. Zo jongens, 4:10. En een snoeiharde run. De krill garlic en eindelijk een vis. Ik ben niet blij mee. Het is niet heel groot. Maar eindelijk is even drillen. Dat had ik even nodig. Dus we kunnen hem gaan scheppen. Even een netje erbij pakken. Voor hoe het toch zijn gaat jongens. Top. Ah jongens, eerste van de nacht, een mooie kanaalschub. Hij is eigenlijk nog best wel lang. Hij doet een beetje spastisch. Kijk eens, is toch een mooie visie. Dat doet me echt goed. Ik heb zoveel gebrankt dit jaar. 16, 17 brengst al. En ja, ook echt wel veel voor moeten werken. Veel vroeg opruimen voor mijn stage, voor mijn werk vissen. Nu ook weer mijn kalfsters opruimen. Maar ja, toch een visie. Punt gaaf. Ja, van het kanaal. Super sterk. En hij kwam op de grill garlic van thailandco.nl. Ja, dit is top. Maar even snel de andere kant laten zien. En het mooie, en we zeiden het al net, ik weet niet of je het hoorde, maar het is dus nu 4:30 s'nachts. En terwijl ik aan het rillen ben, horen we dus gewoon vis paaien. Voor de tweede keer of derde, ik weet niet. Terwijl het echt 1,5 maand geweest is dat het, zeg maar, het grote deel van de vis overal ging paaien. Ik heb nog nooit meegemaakt, maar
Is wel grappig om een keer te zien. Ja, mooie visie. Een fotootje maken en mag hij terug. Is dat hem? Ja. Nee, jongens, allemaal weer gaan. Mooie visie. Lekker sterk. Bijkomen. Ja, jongens, eigen visie. Dat is echt een mooie ding, lekker sterk. En gelukkig was de bol nog intact, geen kreeft eromheen. Misschien omdat het nog vroeg in juni is en dat ze nog niet zo actief zijn. Vaak heb ik wel in augustus dat ze echt op zijn max zitten. Dus ik kom zo meteen weer teruggooien. Mijn haakpunt was ook gewoon nog scherp, dus dat is top. Twee handjes spoor eromheen en dan hoop ik dat hij nog een keer gaat. De wekker staat op 2 uur vanaf nu, dus kan nog, maar het wordt wel krap. En anders gaan we zo opruimen. Eerst nog even slapen. Tot rust. Zo jongens, goedemorgen. Het is inmiddels 5:50. Je ziet het misschien wel aan mijn ogen. Maar het is echt wel vroeg. Het is bij die ene vis gebleven. En we hebben wel nog een beetje rijzwemmers gehad of piepies. Dus die is opnieuw aan het uitvaren. Best nog een paar uurtjes. Maar ik ga wel opruimen. Ik moet bijna aan de arbeid. Dus snel die auto volgooien. En dan meteen door. Nou, dat is het einde van de video ook daarbij. Of er moet nog wat vangen, dan komt het hierna. Vond je de video leuk? Geef een blauw duimpje omhoog. Abonneer voor meer. Kijk even op de website. Kijk ook even op de website dvisti.nl voor gekke merchandise. En we hebben nog steeds de regel. Als je merchandise koopt, gaan we 1 keer per jaar gaan we een loting doen. En een van degenen die iets hebben gekocht, die mag met ons een nachtje mee vissen. Dus dat is natuurlijk wel vet. En dan zien we jullie volgende week dinsdag weer 4:30. Met een nieuwe video. Tot ziens. Later.